Even kijken. Ik kan het dan draaien. Sorry. Per ongeluk verkeerd knopje ingedrukt. Ontzettend leuk. Dit is een spontane lijf. Ik heb besloten om het bloemetjes te maken omdat eigenlijk mijn voorraadje op is. En nu heb ik heel veel vragen gekregen. Hoe maak jij de bloemen? Dus ik dacht, ach, waarom niet? Ik ga gewoon eventjes jullie wat laten zien. Ik heb hier een klaar een paar voorbeeldjes. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Ik hou hem iets naar voren. Ik kijk het ook even opzij. Of jullie het op het beeld heel goed kunnen zien. Dit zijn kerstrozen. Die heb ik met de Lena Creatief gemaakt. Met de mal uitgestanst uit wit foam. Flower foam. En die heb ik gekleurd. Dit is een blauwe bloem. Ik heb de laatste. De rest heb ik allemaal gebruikt. Maar goed, mijn voorraadje is op. En ik denk, weet je wat? Ik ga wat samen met jullie maken. Ik heb hier een aantal bloemetjes uitgestanst. We gaan bijvoorbeeld even een kerstroos maken. Dat is misschien wel leuk. Kijk af en toe even naar rechts. Maar het beeld loopt iets langzamer. Leuk dat jullie spontaan even meekijken. Dus we gaan een kerstroos bijvoorbeeld maken. Ik heb nog wat gekleurde foam. Ook van Flower Foam. En die halen we van bij Lene Creatief heb ik die. Die kan je ook gewoon bij ons in de hobbyshop krijgen. Heb ik ook in het zacht roze. Zoals jullie weten. Ik heb ook nog deze. Die zijn ook van Lena Creatief. In het groot. In het wat kleiner. Ik vind het eigenlijk wel heel zacht geel. Pastelgeel is het. Ik denk, nou, daar kunnen we misschien ook wat mee doen. Ik ga gewoon wat doen. Ik heb niks voorbereid. Ik heb wat meeldraadjes. Die ik ga... Oh, ik moet het ook wel in beeld laten zien. Meeldraadjes die ik ga gebruiken ervoor. Ik... kleur mijn wit papier, of tenminste dat het flauwenfoam, kleur ik altijd met deze pastelkrijt. Het hoeft niet. Ik kan het bijvoorbeeld ook doen met inkt. Geeft iets minder kleureffect, vind ik. Maar dat is gewoon puur persoonlijk waar je het liefst mee werkt. We gaan vandaag denk ik maar eerst eens beginnen met een grote kerstbloem. Nou, jongens, kerst komt er straks alweer bijna aan. Het is nu nog lekker zomers weer. Maar we gaan het gewoon even proberen. Ik haal het even uit beeld. Heel groot bureau en nog vroeg kom ik altijd ruimte tekort. Ik ga een grote bloem maken met jullie en ik ga een kleine bloem maken. Daarvoor heb ik al wel mijn lijmpistool aangezet. Die wordt warm. Leuk Joker dat je meekijkt. Ik heb ook eventjes, ik heb zo'n heel klein rijs... strijkboutje, ooit van mijn moeder gehad. Die gebruik ik om straks mijn bloemen mee warm te maken, zodat we ze kunnen omkrullen en kunnen vormen. Gaan we eerst even kleuren. Ik heb gewoon een heel simpel babydoekje, billendoekje zoals we dat noemen. Een beetje op oliebasis, want dat gebruik ik om met die oliepasteltinten. En dan ga ik eerst even de witte kleuren. Nou, we gaan een kindje in het rood maken, heel toepasselijk. Maar ik ben niet zo van de traditionele kleuren bij kerst, dus ik ga die kleine dan in het roze maken. Ik begin met het hart. Die ga ik gewoon zo kleuren. En je doet een beetje dat krijt op je doekje. Dan ga je je hartje maken van de bloem. Je kan hem net zo fel maken als je wilt in principe. En dan vind ik het zelf leuk om dan de punten even mee te nemen met de kleur, dat je dat rode kleur straks terugkomt. Want het hart komt op hart, dus dat zie je niet altijd. Dus ik kleur de puntjes heel voorzichtig. Aan één kant een beetje mee. Mijn papiertje van Hobby Veldmaat krijgen we zelf een beetje rode kleur. Gelukkig is dat ingezield, dus dat halen we er ook allemaal wel weer af. Kijk, dan is dit de eerste kleur. Dan vind ik hem mooier als ik aan de achterkant de punten ook even doe. Want als je hem gaat straks krullen, en dat kan je hier bijvoorbeeld heel erg goed zien, is het fijn als je aan de achterkant dan, ja, als dat opkomt op je kaart of je creatie, de kleur meepakt. Dus ik draai hem eventjes om. Alleen de puntjes, hartje hoeft natuurlijk niet.
Want daar plak je straks het groen op van de bladeren. Kijk eventjes naar rechts mee. Oh, superleuk dat jullie even meekijken. Het is ontzettend mooi weer natuurlijk. Dus ik snap dat het... misschien zitten jullie wel lekker buiten. Bij ons staat de zon nog eventjes achterop. Dus het is altijd na het eten voor mij iets te warm. Nou, ik ga de volgende bloem ga ik ook doen. Die kleur ik het hart ook weer mooi rood mee. Puntjes doen we weer. En je kan natuurlijk net zoveel kleur opbrengen als je zelf wilt, hè. Hij wordt wel iets lichter straks als je hem gaat werken. Als je hem in je handen hebt en tegen de strijkbout aan doet. Draai hem even om. Neem de puntjes ook nog eventjes mee. Ideaal zo'n babydoekje. Ik krijg altijd best veel vragen, hoe maak jij die bloemen? En dan vind ik het altijd wel lastig om dat te doen. Ik zeg, ik ga een filmpje maken. En toen zegt Anneke, zegt van, waarom ga je niet even live? Oké, dus vandaar dat we dat eventjes hebben gedaan. Ja, lekker Ellie, dan heb je wat te kijken onder het eten. Eet smakelijk trouwens. Nou, ik heb dit gedaan. Kleine bloem kleuren we straks, dus misschien even makkelijk. Deze twee hebben we gedaan. De donkere ga ik onderop doen. Deze komt er straks, dus ik hoop dat ik in beeld ben nog. Deze komt er straks bovenop. En ik heb uiteraard een blad. Ik pak even mijn strijkbout erbij. Leg ik even op zijn kant voor jullie. Dus ik zet hem even neer. Ik denk makkelijker. Niet zoveel, heel veel ruimte. Dan heb ik een soort prikkenblok heb ik. Waar je het zeg maar kan op prikken van vroeger. Dat is altijd handig. Of als je er bijvoorbeeld nog beduurkaarten maakt van nu, heb je dat. Ik heb een niet al te scherpe pincet. Want ik haal hem straks tegen de strijkbout aan. En dat is vrij hard. En dan heb ik van Lena Creatief heb ik ook deze. En hier ga ik mee. Die heb je in verschillende vormen. Grote ook. Ze zijn allemaal rond natuurlijk. Maar in grote. En die gebruik je dan even om je blad mee te krullen. Ik ga het gewoon een beetje doen. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Ik ga deze als eerste met het donkere hart gekleurd. Ga ik op, ik kijk even naar links of naar rechts of jullie het kunnen zien. Ga ik op de strijkbout leggen. Kijk, hij is al goed warm, dus hij komt gelijk al op. Dan draai ik hem om en dan ga ik hem met dit naar beneden doen. Dus dan krijg ik een beetje een rondje. En dan pak ik het blad en dan doe ik het puntje nog even tegen mijn strijkbout aan. En die krul ik om hierheen. Kijk. En dat doe ik dan met elk puntje even. Hij staat al even aan, dus hij is best wel warm. Misschien kan hij ietsje minder. Oh, het komt bijna op 3, 2 is genoeg. Dus vandaar dat het vrij snel ging. Kijk, en je krult hem nog eventjes om. En dan doe ik bij deze ook. Dan pak ik de puntjes bij elkaar. En dan draai ik hem 3 keer. 1, 2, 3. Ik haal dus de onderkant vast. Ik heb alleen de puntjes even. En dan vouw ik hem open. Dan is dit mijn basis van mijn bloem. Dan wil ik het met de tweede ook. Maar nu wil ik dat die hart meer naar beneden komt. Dus ik doe nu de niet gekleurde hart tegen mijn strijkbout aan. Die valt al naar beneden. Dan pak ik de grote bol. Die druk ik in het midden even flink aan. En dan doen we weer de puntjes eventjes erop. En eventjes hier langs. Het heeft niet veel nodig. En nog een keertje. En als ik hem dan straks zo erop doe, ga ik even kijken. Ik wil ze nog even wat krullen. Vind ik toch wat leuker. En dan doe ik weer vasthouden. 1, 2, 3 keer. En dan vouw ik hem uit. En dan leg ik hem even op pad. Dan ga ik de bloem, ga ik eigenlijk, de blad vind ik leuk als die wat platter komt voor straks. Dus dan doe ik eventjes alleen de puntjes even warm maken. Even een beetje krullen. Niet veel. Het hoeft ook niet helemaal naar beneden te staan.
is mijn blad. Dan ga ik een paar rode mezeldoekeren. Oneven aantal aan één kant. Dus ik heb nu even kijken, vijf. Vijf van die meeldraden doe ik bij elkaar. Die ga ik dubbel vouwen. En dan doe ik dan met zo'n heel klein stukje. Ja, dat is dat bloembinders ijzerdraad of wat dan ook. Je kan natuurlijk zelf kijken wat je wilt hebben. Ik heb wel eens een keer gekocht. Dat is ook makkelijk als je wat langere bloemen wilt hebben. Die doe ik dus eigenlijk in het midden van mijn meeldraden. En dan vouw ik ze dubbel. Ja, goeie Debbie, hoe ze heet, ik weet het niet. Als je bij overige kijkt, bij Hobby Veldmaat, bij de bloemenmaker, dan kan je ze vinden. Ik heb het een keer wel genoemd, ik heb het niet opgeschreven. Ik heb geen idee, even zo uit mijn hoofd. Maar anders zet ik het straks nog eventjes eronder met de link ernaartoe. Dit is mijn bovenkant. Ik ga nu het bloem pakken en ik ga met deze ijzerdraad ga ik het midden opzoeken. En dan prik ik even voorzichtig een gaatje in. Omdat ik veel meeldraden gebruik, is die wat dikker. Dus ik doe hem er heel voorzichtig doorheen. En dan trek ik de bloem iets naar boven. Ik doe hem nog niet helemaal vast, want we willen straks natuurlijk dat die meeldraden goed blijven zitten. Ik heb hier wat kortere. Ik moet even omhoog. Ja. Dus ik doe hier zo een klein kloddetje lijm. En dat doe ik echt een heel klein beetje, want het is altijd heel heet. Ik zit nu heel hoog te werken om het jullie een beetje te kunnen laten zien. En dan druk ik hem een beetje aan. Kijk, en dan kan je zo je meeldraden iets uitdraaien. Dus dat is de eerste laag van je bloem. Zie je hoe leuk dat dan ook weer dat rood terugkomt? Als je dan bijvoorbeeld, nou straks ga ik die ene met roze maken. Uiteraard doen we daar dan ook roze in. Dan pak ik de tweede bloem. En dan doe ik weer in het midden het gaatje maken. Zit tegen de slijkwoud aan. Dan trek ik hem heel voorzichtig, want het is vrij dun. Vooral omdat je tegen de strijkbout hebt gehouden en je gaat hem iets uittrekken. Dus dat vouwenfoam wordt een stuk dunner als je het gebruikt nu dan als je het zo in de winkel koopt. Dan doe ik er nog een klein beetje lijm tussen. En dan douw ik hem nog even op zijn plek. Een beetje draaien nog. Kijken of ik hem mooi vind. En daar komt de bloem al. Zie je? Daar is die al. Eigenlijk is het helemaal niet zo heel erg moeilijk. Beetje geduld. Vuurvaste vingers. Want het lijm is af en toe best heet. Zit altijd helemaal onder. Dan wil ik dat, vind ik dat leuk om dat blad. Dus dat blad doe ik dan nog eens. Die is wat dikker, omdat we die niet tegen de strijkbout hebben gehad. Dus die is wat stugger. Maar omdat dat onderop komt, vind ik dat altijd mooier als dat dan wat rechter valt. En dan probeer ik hem terug te zoeken. Dat die mooi hier tussen die twee lagen komt. Dat je dat groen eruit ziet komen. Dan doe ik daar nog een keer een klein beetje lijm. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Een beetje lijm ertussen. En dan plak ik deze hier ook op. En kijk. Jongens, de eerste kerstroos is gemaakt in het rood. Dan heb ik deze met drie lagen gemaakt. Of ik zal de kleine laten zien. Deze met drie lagen gemaakt. Dat kan natuurlijk ook. Maar omdat ik nu de groen eronder heb, heb ik twee lagen gebruikt. En dat vind ik zelf toch ook wel erg leuk breken. Dus als je nou bijvoorbeeld een leuke kaart hebt. Kijk of niks valt. Als ik wat pak. Even kijken, we hebben wat leuks hier in de buurt staan. Nou, ik neem even een tag, die hebben jullie al een keer gezien. En je zou hem hier nou op verwerken, dan komt hij plat zo hier op je tag. En kijk toch eens hoe prachtig dat dan staat. Maar uiteraard moet het natuurlijk niet zo'n roze kaart zijn of tag, maar een kerstkaart. Dus dat is de eerste bloem die ik jullie wil laten zien. Dat is deze. Kijk even naar. Opbolpennen. Ja, zo kan het ook. Ja, dat kan het ook zijn. Ik weet het niet. Ja, Thea, ik heb billendoekjes. Ik zal het even erbij pakken. Gewoon eigenlijk de goedkoopste. Die haal ik hier bij de FOMAR. Bij ons zit hier in de wijk. En dat is deze doekjes. Die gebruik ik. Die gebruik ik ook om de stempel schoon te maken.
En bijvoorbeeld wat ik ook gebruik met beinkt, hè, dat zijn deze kwasten. Die je dan de randjes doet, die maak ik daar ook goed zo schoon op. Zodat dat inkt er ook weer afgaat en dat je dan de volgende weer kleur kan gebruiken. Dus eigenlijk dit gebruik ik met die pastelkrijt. Oké. Nou is het misschien leuk om even een andere bloem te maken. Deze kan natuurlijk ook in het roze, dat had ik tegen jullie gezegd. Maar in principe komt dat op hetzelfde neer als de, met deze met rood. Bijvoorbeeld als je nou deze roze flauwe foam gebruikt. Dan ga ik 3 verschillende lagen gebruiken. Dat is misschien ook wel eens een keer leuk. Dan krijg je een opbouwende bloem. En dan even een grote groene wil ik erbij. En dan maak ik ook 2 kleine roze erbij. En die zijn echt heel, heel minuscuul klein. Dus dat ga ik jullie dan even laten zien. Dat is erg leuk als je dat gebruikt bij je grote bloemen. Je kan bijvoorbeeld, zoals nu hebben we met deze hebben we twee dezelfde maten gebruikt. Met deze, deze ook van Lena Creatief, die gebruik ik best wel vaak, deze mal. Dat is de 4-5-4-5-4-4. Die is echt, dat kan je bijvoorbeeld alleen in deze formaat maken. Of in deze 3. Maar ik ga hem nu eigenlijk opbouwen van groot naar klein met een groen blad ertussen. Leg het hele even aan de kant. Kerstbloem ook even aan de kant. En dan ga ik straks, als jullie dat nog leuk vinden, deze gele ook even maken. Die moet ik eerlijk zeggen, heb ik zelf ook nog niet gemaakt. Dus dat is even een verrassing. Maar ik vind het wel leuk om dat even samen te doen. Ik zeg, ik heb ook niks voorbereid. We doen het gewoon. Oké, dan ga ik deze. Ik vind het wel leuk als we deze roze met een beetje diepte gaan geven. Hè? Want ja, het zal alleen een beetje roze. Is een beetje zij. En dan denk ik dat ik deze... Of zullen we even kijken. We hebben een aantal kleuren. Ook neem deze. Die vind ik mooi straks erbij. Ik heb altijd een bakje en daar liggen alle neeldraadjes los. En dan één keer in de zoveel tijd ga ik dan weer eens wat bloemen maken. Zodat ik dat op voorraad heb. Dus die gaan we doen. Dan denk ik dat ik deze pasteltint wel heel mooi bij vind. Ja. Dus ik doe weer het billendoekje. Van welke materialen maak je die bloemen, zie ik, Rina? Nou, ik zal het even laten zien. Ik sta heel even op. Even wat kraak. Dat is van deze. Flauwe foam van Lena Creatief maak ik. Even kijken of ik het zie. Heb ik geen goed geluid, Debbie? Of zeg je van, heb jij het geluid uitstaan? Snap ik hoor. Geklets van mij ook altijd. Dit heb ik de flauwe foam. En ik heb hem ook in het wit en andere kleuren. Deze doe ik altijd heel lang mee, want die gebruik ik niet zo heel vaak. Zo koop je als pakketje, maar je kan ze ook loskopen als blad. Dit is een heel setje met pasteltinten, wat ik zelf heel erg mooi vind. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, nou ik wil het proberen. Ik koop eerst gewoon 1 blad los. Beetje statisch is het als je het gebruikt. Dus dan ga ik ze nog een keer even kleuren. Dus ik doe weer een beetje, oh deze zit te veel op het rood. Dat is niet de bedoeling. Ik krijg 2 kleuren door elkaar. Beetje roze erop. Dat zit eigenlijk zo erin. Doe weer even het hart kleuren. Vind ik dan net dat de bloem iets meer diepte gaat krijgen straks. Wat ik zelf dan wel mooi vind. Dan pak ik de volgende bloem. Doe ik het ook. Alleen hier doe ik niet echt de punten erbij. Want eigenlijk is dit papier al gekleurd. Hè. Heel zacht roze is dit. Dus eigenlijk hoeft het niet als je het hart al goed kleurt. Krijgt hij die diepte al vanzelf. En zoals hier zie je het heel goed dat die nerf er nog een beetje in zit. Dus door het kleuren zie je dan de nerf wat meer omhoog komen. En dan vind ik alleen het hart nodig is. Dit is natuurlijk wel de onderste laag. Dit is mijn bovenste laag. Ga ik nog een keer doen. Pak ik ook gelijk de inimini, de bloemetjes erbij. Dat was altijd wel even wat gepriel.
Maar dan hebben we die ook al vastgekleurd. Dus deze, heel voorzichtig. Best lastig met wat lange nagels. En dan kleur ik deze haartjes ook nog eventjes. Die leg ik dan even apart. Oké. Okay. Hetzelfde principe. Ik ga ze weer doen. Ik doe dus nu de grootste bloem. Die doe ik met de gekleurde kant op mijn strijkbout. Ik leg hem er even op. Vrij heet. Valt eraf. Draai hem op met de gekleurde kant naar beneden. En ik duw die bolpen. Op bolpen. Of hoe je hem wilt noemen. En dan ga ik nu, zonder dat ik hem eigenlijk doe, ga ik even de puntjes per stuk een keer omdraaien. Dus ik ga hem nou niet uitwringen. Zeg maar uittrekken. Maar ik ga hem nu alleen maar even draaien. En dan komt dit mijn onderste bloem. Dat doe ik bij de volgende ook. Dus ik doe nu weer de gekleurde kant op mijn strijkbout. Wacht even tot hij eraf valt. Ja. Dan druk ik hem eventjes aan. Pak de puntjes weer en ik geef hem een draai. Gewoon één keer, heel licht. Scheurt ook sneller als het warm is geweest, omdat het dunner wordt. En dan is dit mijn volgende laag. Die komt straks zo hierbovenop. Dat doe ik bij de laatste ook. Zet hem er even op. Vakantiestrijkboutje. Ja, dit is een heel klein strijkboutje. Zo'n inklapbaar strijkboutje. Ooit gehad. Het gaat er eigenlijk ook altijd mee op vakantie. Ik denk dat ik hem nu even moet schoonmaken. Als we hem weer mee op vakantie gaan nemen. Want er zit wat kleur op. Maar ideaal om dat eventjes te gebruiken. Geen staande weg. Klapt hem dicht als hij afgekoeld is. Kijk, en dan is dit mijn tweede laag. En nu vind ik het leuk om deze ook te doen, het groen. Dus ik doe hem eventjes erop. Klein beetje maar. Haal hem met de pincet eraf, dat hij wat buigzamer is. Even heel licht. En dan ga ik deze wel, want die vind ik leuk om even naar de buitenkant te doen. Haal hem er even een puntje er tegenaan. Haal hem weer even over de bolling. Van de bol op bolpen. Ik weet echt niet hoe dat heet. Stom hè, niet opgezocht. En dan leg ik hem neer. Kijk hoe mooi die al gevormd is. Oké, mijn ijzerdraadje. Die heb ik hier. Ik ga hier dus ook met deze roze. Deze zijn wat fijner. De verschillende. Je hebt verschillende meeldraden. Deze wat fijner. Dat vind ik altijd ook wel mooi. Ik doe hem weer in het midden. Zoals jullie kunnen zien. Ik draai, trek hem omhoog. En dan heb ik daar mijn. En dan beginnen we met het kleinste blad. Want we gaan hem opbouwen toen. Moet ik hem weer even. Ik stop hem hier in het midden. Even die puntjes bij elkaar. Vrij dun is het. Dus ik trek hem er even overheen, heel voorzichtig. Kijk, daar komt hij. Doen we er weer even een klein beetje lijm op. Ondertussen, als zo de lijm droog, kijk ik even naar rechts mee. Hallo Mary. Dankjewel Anneke. Ja, probeer jullie een beetje uit te leggen hoe ik de bloemen maak. Ik krijg er altijd heel veel vraag naar. Waar ik het mee maak, hoe ik het maak. En de bloemen waren bij mij op. En toen dacht ik van, weet je wat? Ik ga gewoon eventjes spontaan live doen. Ik ben daar niet zo heel erg goed in hoor. Maar het is de tweede keer dat ik dit doe live. Maar ik vond het wel leuk om te doen. Dan kunnen jullie meekijken. Ik ga hem nu weer in het midden doen. Trek hem weer heel voorzichtig er doorheen. En nu zie je dat de laag wat groter is. Dus ik vind wel dat je dat dan in drie lagen moet opbouwen. Anders is dat niet zo mooi. Maar dat is natuurlijk puur persoonlijk, hè. Jullie kunnen ook zeggen, verschrikkelijk dat roze. Of ik vind die bloem helemaal niet mooi. Ik ben al eenmaal echt van het roze en de pasteltinten. Ik vind het gewoon echt heel erg gaaf. En ook het prettigste om mee te werken. Kijk, als ik hem dan nu zo heb, dan vind ik eigenlijk dat de verhouding net wat groter is dan het middelste kleine bloemetje. Daarom doen we hem eigenlijk een derde laag eroverheen. En die prik ik dan er ook even in.
in het midden. Ga nog eventjes draaien, dat ik een beetje uitkom hier tussen die twee een blad uitkom. Klein beetje lijm erop. Oh, too much. Ik kom al een druppel naar beneden. Klein beetje maar. Het is allemaal zo heet tussen je vingers. En dan drukken we hem weer een beetje aan. Zodat hij goed vast is. Kijk. Zo heb je de bloem eigenlijk zonder blad. En dan mis ik hier dus gewoon nog wat. Als je nou zegt van ik wil dat groene niet tussen hebben. Dan zou je bijvoorbeeld van de onderste twee kunnen doen. Dan krijg je hier de witte. En dan heb je mooi opgesloten. Maar ik vind het leuk om dat groen wel te doen. En dan prik ik hem er nog even doorheen. Dan moet die blad, kijk, wel precies hier tussen komen. Want anders heeft het ook geen nut als je dat groen ertussen doet. Dan doe ik weer even een kloddertje. Lijm. Terwijl ik zeg kloddertje, dan denk ik, ja, ik moet wel zeggen dat het lijm is. Anders snap je weer niet wat ik doe. Zien het wel, maar het staat zo raar. En dan is dit je bloem. Nou. Zo heb ik dus eigenlijk een hele hoop gemaakt. Ik zal hem heel even snel opstaan, want dat heb ik natuurlijk niet, niet gepakt om te laten zien. Ik dacht, dat doen we niet. Deze heb ik toevallig met mijn mutsmaatjes een projectje afgemaakt. En hier heb ik dus die bloem op verwerkt. En hier heb ik het dan, hier heb ik het dus dan zonder blad gebruikt. Kijk, en dit is dan eventueel met dat groene blad erachter. Dus je kan hem zonder. Maar dit is dan, vind ik, voor op een kaart. Maakt hem net iets af met groen. Dan heb ik beloofd dat ik nog even het hele kleine in de mini bloempjes doe. Die ga ik nog heel even voorzichtig erop houden. Met de gekleurde kanten tegenaan. Heel eventjes zo. Ja, komt hij al. Die duw ik eventjes voorzichtig erin. Echt een heel klein beetje maar hoor. Hij komt een beetje af. Omdat ik hem lager heb gezet. Juist, daar komt hij al. Dat duw ik hem nog even aan. En dan doen we daar ook even een groen blad achter. En dan doen we die ook nog eventjes aan. En dat is hetzelfde als met deze. Appetee. Hop, kom. Blijf hier. Dat is dus even het priegel. Ik moet altijd zeggen, het gaat niet altijd even makkelijk met mijn handen. Maar we doen ons best. We doen even. Ik heb nu een enkel aan. Want als je hem dubbel doet, heb je er twee. En ik vind twee is in zo'n bloem genoeg. Prik je heel voorzichtig, want we hebben niet zo heel veel ruimte in het midden, het gaatje. Kom. Leg me even neer, jongens. Ik kan het zo niet zien. Heel voorzichtig. Ja, komt ie. Dan heel voorzichtig door. Juist, daar is die. Even mijn meeldraadjes een beetje aantrekken. Doe ik hier nog even geen lijm tussen, want ik wil een groen blaadje erachter. En dat doe ik dan ook heel voorzichtig. Groen is iets dikker van foam tape. Dus dat is wel prettig. Dan doe ik hem heel voorzichtig naar boven schuiven. En daar doe ik dan een stukje lijm tussen. Heel voorzichtig ook. En dan ga ik kijken. Daar is het inie mini bloempje, want soms hoeft het niet zo groot te zijn, geboren. Dus verschillen, twee van deze. Deze is dan zo leuk als je die gewoon tussen de grote, één grote en een paar van die kleintjes kan verwerken op je kaart. Dan heb je echt een heel mooie creatie. Ik leg deze even apart, want het is hetzelfde wat ik jullie al heb laten zien. En dan wil ik nog even de laatste bloem met jullie doen. En dat vind ik zo wel heel leuk, deze. Het is een, je hebt ook nog in het rond, ook van Lene Creatief. Die heb ik dan, kijk, dat je deze hier straks op kan maken. Hoe leuk is dat zeg? Dan kan je dat veranderen. Ik heb hem ook nog lager. Ik weet niet of dat mooier is. Oh kijk, dit komt zo veel mooier uit. Dus daar gaan we even nog mee aan de slag. Even kijken tot hoe ver ik kom. Ik zal niet alles doen, want dat verveelt jullie ook straks. Ik wil er even eentje maken. Dan ga ik deze kleine maken. Even kleuren.
beetje verzetten. Ja, ik wil hem een beetje verzetten, maar ik heb niet zo heel veel werkruimte. Ik ga even kijken tot hoe ver ik kom. Ja, mijn beeld loopt iets achter, jongens. Dus ik... Oh, daar moet ik kiepen. Dan probeer ik hem zo iets meer naar mij toe. Dat je het beter ziet. Misschien is de kleur... Het ligt geel op het plat. Misschien ziet het zo wat beter op het zwart. Ik hem hier eventjes op doen. Ja, kijk, dat geel zie ik dan... Ik moet even wachten, ik moet even wat vertraging naar mijn computer. Dan kijk ik naar rechts even. Zie je hem net iets beter erop. Dus ik ga deze even zo laten staan, dat wordt heel heet. Wat voor kleur gaan we erop gebruiken? Ik vind dat geel wel heel leuk erin, bij deze. Dus ik denk dat ik hem dat wat feller geel ga gebruiken. Kijken of dat mooi uitkomt op dat hele lichte geel. Zeg ik, ik heb deze ook nog nooit gemaakt. Ik ga hier het hart ook weer van kleuren. Kijk even mee weer. Kleur nog even wat verder mee. En dan zie je dat ik de kleur weer heb aangebracht in het hart. En dat doe ik bij de volgende ook. Ja, is dat beter? Nou, top. Goed. Goed dat je het zegt. Want soms denk je van dat je goed in beeld bezig bent. En dan blijkt je er gewoon helemaal uit te leggen. En ik vond deze ook zo schattig. Dus die wil ik eigenlijk ook nog eventjes doen. Ik heb echt nog nooit deze gemaakt. Dus ik vind het heel leuk om dat even samen te doen. Maak hier ook even het hart. Want straks komt daar het groen ook op. En dan zit ik er eigenlijk aan te denken, kijk, dan bedoel ik dus, ik heb het niet voorbereid. Misschien vind ik het wel leuk om hier dit erin te doen, of niet? Nou ja, gaan zien. Kan natuurlijk ook, heel erg leuk, wat ik bij dat blauw heb gebruikt, dat je daar bijvoorbeeld zo'n plakparel in doet. Zou ook natuurlijk heel leuk kunnen hierin. Maar we gaan het gewoon proberen, we gaan het zien. Ik ga hem erop leggen. Nou, hoop ik... Het draadje van of zo, dat ik er beter bij kan zien, zodat jullie het goed kunnen zien. Hij gaat uit beeld, zo misschien. Al die draden ook, wordt er helemaal gek van. Yep. Zo, jullie bewogen even lekker mee. Ik ga hem erop leggen. Oh, ik was even onderbroken. Ik had het beeldscherm eventjes... bewogen, dus ik denk dat ik onderbroken was. Ik ga hem dus nu weer met die kleur erop leggen. En dan leg ik hem, dan valt hij al naar beneden. Kijk, en dat is top. Ga ik hem even opbollen. Dan vind ik het zelf leuk om dit dan wat te krullen. Dus ik leg ze allemaal, vouw ze allemaal dubbel. Ik ga het gewoon proberen. Zien wat schip strandt. Misschien heb ik hem nu twee bloemen. Misschien zijn eigenlijk drie bloemen straks wel veel mooier. Ik heb geen idee. We gaan het zien. En dan draaien we hem iets. Dan ga ik deze ook met de kant van de gekleurde kant weer op de strijkboutje. En dan komt hij al. Dan doe ik hem even naar beneden. Pak hem weer even bij elkaar. En dan draai ik hem even. En dan ga ik even kijken of doen we er twee lagen of maken we er drie van. Ik denk dat dat wel heel leuk is. Had ik hier ook blad? Ja, we hebben ook blad erbij. Hoe leuk is dat dan om dat straks zo hier eronder te plakken? Ja, ik denk dat we dat gaan doen. Ik ga met twee doen. Mijn ijzerdraadje. Soms echt. Ik heb zoveel spullen op mijn bureau staan. Oftewel op mijn... Ik heb over mijn hele kamer heb ik zo'n groot werkblad. Nou, is dat echt propvol, hè? Elke keer ruim je het weer op. Dan denk ik van, nou dat is goed. Ik heb er nu drie meeldraden gebruikt. Gaan we weer even door het midden doen. Deze zijn wat dikker. Dus ik denk dat we dan met zes best wel leuk uitkomen. Pak de bovenste laag. Ik ga gewoon in het midden doen. Even bij elkaar houden. Prik hem door het midden. Ik ga hem er heel voorzichtig doorheen halen.
denk dat het wel heel leuk is, jongens. Doen er weer een heel klein beetje lijm tussen. En dan ga ik hem even een beetje aanduwen. Zo, dat je de meeldraden heel goed ziet. Dan doe ik hem nogmaals bij de volgende laag tot midden. Dan ga ik er een beetje mee spelen. Het lijkt wel zo'n hyacinthbloem als je hem zo gebruikt. En dan plak ik hem zo hierop. Dan twijfel ik eigenlijk of ik er nog een laag onder zou doen. Wat denken jullie? Ik denk het zelf eerlijk gezegd wel. Wat voor kleurstiften gebruik je? Het zijn, pak het er even bij. Oh. Dat zijn oliepastelkrijten van Van Gogh. Dat gebruik ik. Ellie Hoekstra. En die gebruik ik dan met zeg maar een babydoekje. Die breng ik erop. Maar je kan het uiteraard ook met gewoon wat inkt doen. Met wat stift op je inkt had je de kleuren. Alleen de inkt gaat er iets meer af. En deze krijt heeft net iets meer pigment. Nou, we hadden het erover. Ik vind hem eigenlijk leuk, denk ik, als ik er 3 lagen doe. Zo zie je, als je hem nog nooit gemaakt hebt, dan weet je het niet. En die ga ik dan even andersom doen, zodat die bladeren meer naar beneden gaan. En die ga ik dan, denk ik, niet krullen. En dan ga ik die nog even hieronder doen. Kijken hoe die uitkomt dan. Of dat mooier is. Je kunt er altijd weer afhalen. Ja, kijk. Oh ja, veel beter. Dan krijg je een iets meer vollere bloem. Dus eigenlijk met deze moeten we er gewoon 3 doen. Nou, ik druk hem weer even wat aan. Want het lijm zit ertussen. Ik vind hem gewoon heel schattig. Het grappige is dit, zeg. Ik ga even het blad, krul ik even een puntje tegenaan. Ook nog nooit gebruikt, dus ik doe gewoon wat met jullie gezellig. Leuk. Ik ga even kijken of we het blad hebben. Had ik wel. Ik had even zo'n zakje gemaakt. Bakje met allemaal wat bloemetjes uitgestanst. Dan ga ik heel even kijken. Ik vind het leuk om dat hier tussen te doen. Zo 2 of meer? Dat is wel natuurlijk even lastig. Dan ga ik het gewoon even met lijm doen. Ik doe een klein beetje lijm hierop. En ik plak hem zo hier tussen, denk ik. Ja. En dat doe ik bij deze ook. Die had ik gekruld. Dan doe ik hem op de niet gekrulde kant. Die plak ik dan hier ook zo tussen. Oh, kijk wat schattig nou zeg. Dan denk ik dat ik deze iets te groot vind. Dan hebben we ook nog een wat kleiner bloempje nog. Blad. Ja, dat hebben we ook nog. Dus die doen we nog eventjes. Daar ook nog een beetje lijm op. En dan plak ik die. Ik kan natuurlijk het hele bloem helemaal rondgaan. Maar jongens, wat is deze leuk geworden zeg. Dat is echt heel leuk. Moet je nou kijken als je deze hierop zou verwerken. Oh, die is wel heel gaaf, jongens. Echt heel leuk. Ik kan er heel enthousiast van worden. Misschien denk je, nou, dat vind ik echt helemaal niks. Dat kan. Dan ga ik nog eventjes inkrimpen. Wat bedoel je met, wat is dat voor apparaatje? Ik zou het graag willen uitleggen, maar ik weet niet wat je bedoelt. Gevaarlijk strijkijzer. Ja, ik bedoel dit. Het is gewoon zo'n rijstrijkijzertje. Die gebruik ik. Wow, mijn beeld. Ik heb de draad verlegd. Die gebruik ik om de bloemen zeg maar mee op te bollen. Nou, die is wel heet. Dat is wel... Ja, dat is mijn strijkbout.
Ik ga even deze bloem maken. Ik ga even kijken hoe dat uitpakt. Ik heb deze echt ook nog nooit gemaakt. Ik vind het erg leuk. Voorzichtig, want hij is heet. Ga ik heel even kijken. Hoe ga ik dit doen? Hoe leuk is dit? Ik vind het wel heel leuk. Gaan we wel twee lagen op elkaar doen. Dus dan moet die... Oh ja, kijk zo. Dat is wel heel... Ja. Ik ga gewoon eerst even het groen erop plakken. Klein beetje lijm erop, denk ik maar. Pak hem even met mijn pincet vast. Beter dan met mijn nagels. En die plak ik er even zo op. Zie je, ik zit vast aan mijn eigen. En dan denk ik dat ik deze. Of zeg je van deze? Nee, is veel te groot. Deze is zo leuk eronder. Ik krijg gewoon een dubbele laag. Ga ik daar nog even wat lijm op doen. Doe hier nog even wat lijm op. Heel voorzichtig. Leg hem er even op zijn kop op. Dan kan ik even zien hoe die pakt. Vul hem even aan. Oh, terug. Oh, dat is wel heel schattig geworden. Doe hem er nog heel even op mijn strijkbout. En dan past die zo hier, als je hem gebruikt. Kijk hoe leuk als je die er zo op zet. Dan kan je hem er zo naast zetten. Echt heel leuk. Super leuk. Nou, dat zijn eigenlijk drie soorten bloemen. Ik kan nog wel doorgaan natuurlijk, heel erg lang. Zijn de bloemen van foam of van papier? Nee, die zijn van flauwenfoam gemaakt. Dat is... deze, dit is in het wit. Je hebt diverse kleuren. Je kan het natuurlijk als een pakketje kopen. Je kan ze ook los gebruiken. Ik heb ze uitgestanst met diverse malletjes van Lena Creatief. Bijvoorbeeld de ronde, die ik, heb ik niet gemaakt nog, zie ik met jullie. Ik heb deze heb ik net gemaakt. Dat zijn de puntige. Dat is de... Met het zacht roze, die heb ik een beetje donker gemaakt in het hart. Ik heb deze ook met de Lena Creatief net met jullie gemaakt. Die had ik nog nooit zelf gemaakt. Ontzettend leuk. Kan misschien zelfs ook met twee grote en een kleinere laag. Dan krijg je deze bloem hiermee. Met wat laadjes eronder. Die ga ik nog afmaken. Ik heb de kerstroos gemaakt in het rood. Die was wel wit. Die heb ik gekleurd met het rode krijt. Met rode meeldraadjes erin, met groen eronder. Dat had ik hier nog twee liggen. Daar zat geen groen onder. Dan zie je het verschil als je hem met groen hebt en je doet hem zonder groen. En dan heb ik hier nog eentje gemaakt. En dat is wel met dit blad. Die heb ik dan een beetje verfrommeld ook, doordat die warm was. Dat je die randjes wat meer verfrommeld krijgt. En daarin heb ik een, gewoon een pareltje geplakt. Dus je hoeft niet eigenlijk altijd meeldraadjes te gebruiken. Je kan een heel leuk pareltje. Je kan ook bijvoorbeeld zo'n 3D-druppel van Nova erin druppelen. Dat je drie of vijf stipjes. Ik ben altijd van de oneven aantallen. Dat je die er zo leuk in doet. Als hartvorm ook ontzettend leuk. En, nou, dat was het eigenlijk dan voor nu. Ik gebruik ook het blad. Want dat vind ik dan erg leuk. Het is ook van het foam wat dikker. Dat kan je bijvoorbeeld als je nou zo'n... Hier had het bijvoorbeeld ook heel leuk eronder gestaan. Dus het is niet dat het per se van de kerstbloem moet zijn, dit blad, dat witte of dat groene. Die kan je eigenlijk overal wel voor gebruiken. Want als ik hem groot is aan doen, of je zal hem doormidden knippen, dat je hem zo hebt en je plakt hem er tegenaan. Kijk hoe leuk dat ook uitkomt. Ik vind het echt heel erg leuk blad. Dus het hoeft niet per se alleen voor de kerstroos te zijn. Nou, zo heb ik dan eigenlijk allemaal de bloemen maak ik dan. Oh, en ik kan natuurlijk een iets mini. Vind ik ook zo schattig. Heel veel werk. Doet heel, af en toe ook heel erg zeer aan je vingers met lijm. Maar als je er dan een aantal hebt, dan kan je die heel erg leuk verwerken op je kaarten of op je projecten. Zoals hier bijvoorbeeld heb ik hem hier ook voor gebruikt. Dan zonder groen in het klein.
Zie je, dat is heel subtiel, komt dat dan op je voorkant terecht. Nou, dit was het voor nu. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was gewoon spontaan. Nou, Ingrid, ik zal zeggen, ga leuk aan de slag. Dat is ontzettend leuk. En ik zal zeggen, heel veel knutselplezier. Fijne zaterdagavond. Doe voorzichtig. En tot de volgende keer. Doei, doei. Doei.